Daaraan vooraf gaat een Antilliaanse vertelling en nu een speciaal programma van gewest tot gewest. Een 17e-eeuws koopvaardijschip is geen alledaagse verschijning in ons land. Sterker nog, we hebben er geen meer in Nederland. Maar er is er wel even eentje geweest. Want in het afgelopen jaar is de Prins Willem, een Oost-Indië-vaarder uit de Gouden Eeuw in het Friese Makkum, nagebouwd. Maar dat schip ligt nu in Japan. In de nu volgende documentaire van Gewest tot Gewest kunt u zien hoe de Prins Willem eruit ziet en hoe zo'n schip in de 20e eeuw wordt nagebouwd. Retourschip, Oost-Indië-vaarder, VOC-schip, Spiegelschip. Zo werden de voorgangers van deze driemaster genoemd. Dit is een product van de 20e eeuw. Maar het lijkt sprekend op het grootste Nederlandse koopvaardijschip van de 17e eeuw, de Prins Willem. Dit schip zal niet varen. Het blijft hier liggen, in de baai van Orandamura, een Nederlands dorp in Japan, als bezienswaardigheid. Deze jurk is van de 17e-eeuwse Orandaanse schoolschool. Deze schip heeft de hoogste tijd 463 mensen opgenomen. En daarin zijn er deze mensen. Nagasaki Holland Village heet de onderneming die Nederland centraal stelt in een openluchtmuseum. Duizenden Japanners komen iedere dag kijken, vooral naar de Prins Willem. ガトリですね。だからこれは大砲の方針を冷やすやつですね。何発かの熱を持ちますから。日本っていう国が歴史的に持ってるものと完全に違うオランダっていうのが、日本人にとってとっても興味があることだと思います。これは単にオランダということだけじゃなくて、一つの西洋っていうのがこのオランダ村にあると。そして本当のヨーロッパをここで感じることができる。 ですから、オランダは特に日本と非常に深い関係があるわけで、そういう歴史的な背景も含めて、今新たにオランダはどんなものだったかっていうのをみんなが見たいというふうに感じてるんじゃないかと思います。ほとんどの人がそういうふうに言いますね。プリンスウィレムにセールがあって走ったら本当に素敵じゃないか。でもこの船が走るためには当然安全性とか、 この船がちゃんと帰ってくる保証が必要なわけで、当時の17世紀の帆船の形では、いわゆるロイドスタンダードという保険会社も、そういう船は保険をかけられないと。ですからこれをセーリングすることは非常に危険だから、我々はこの船を私どもの本当はセールをつけて走りたいけどそれは非常に不可能なことだと。 Decima was de plaats waar de Nederlanders vanaf de 17e tot ver in de 19e eeuw als enige Europeanen handel mochten drijven met Japan. Een maquette op die plaats herinnert aan dat Nederlandse dorp, gebouwd op een kunstmatig eiland zo groot als de Amsterdamse Dam. Wie daar iets van de Nederlanders terug wilt vinden, moet in de grond graven. Dan vindt hij bijvoorbeeld Goudse pijpen en Delfts blauw aardewerk.
Al vanaf het begin van de 17e eeuw kwamen schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Japan. Eerst werd de Nederlanders geen strobreed in de weg gelegd. Maar de Japanners werden bang dat ze naast hun koopwaar ook hun geloof aan de man wilden brengen. Daarom moesten ze in 1641 naar Deshima. Daar golden strenge regels. De Nederlanders mochten het eiland niet verlaten. Maar de angst voor zendingsdrift bleek ongegrond. De Verenigde Oost-Indische Compagnie wilde geld verdienen, geen zieltjes winnen. Rode barbaren, zo werden de Nederlanders uit vroeger eeuwen in Japan genoemd. Zij en hun schepen waren geliefde onderwerpen van Japanse prenttekenaars uit die tijd. Nog steeds spreken de VOC-schepen tot de verbeelding in Japan. Toen de Nederlandse regering bij de opening van het Openluchtmuseum van Holland Nagasaki Village een model van de Prins Willem aanbood, was de kogel door de kerk. Zo'n schip moest daar komen. Op ware grootte. Het verhaal van de nieuwe Prins Willem begint bij het Bureau voor Scheepsbouw in Bloemendaal. Daar zijn de tekeningen gemaakt. Daar zijn de bedrijven uitgezocht die samen binnen een jaar een zo waarheidsgetrouw mogelijk VOC-schip konden bouwen. Daar is ook gebruik gemaakt van de kennis van de man die een boek over de Prins Willem schreef, de Amsterdamse restaurateur Herman Ketting. Dit is de ronde vorm waarin die 17e eeuwse schepen gebouwd werden, hè? Ja, en dat kan je zien hier, de 17e eeuw. Vooral in het begin dachten ze dat een schip over het water heen getild kon worden. Hè? Dus het, net als een surfplank eroverheen kon. Dat dat het snelste manier van varen was. Later werd het steven scherper. Maar dat kun je hier nog zien met het platte van voren. Hoe bereikten ze dat nou? Als de kiel gelegd werd, dan werd in het midden een spant of twee spanten aangebracht. Het groot of meesterspant. Dan van voren op de knoop, dat is hier, dat is de knoop, werd een spant gezet. Of een buiklegger, nee, dat is het onderste gedeelte. En op dezelfde afstand van hier tot aan de voorsteven werd achter een spant. Dat noemden ze dan het piekstuk of het pijkstuk. En daar werden de eerste zandstroken, dus de eerste stroken van onderaan gebracht. En dan kreeg je de vorm al van hoe het schip moest worden. Het maken van ronde vormen in hout is tegenwoordig een stuk gemakkelijker dan vroeger. Door toepassing van moderne lijmtechnieken. Dunne planken zijn buigbaar. Door die op elkaar te lijmen kan iedere ronding eenvoudig bereikt worden. Lamineren heet deze methode die voor de 20e eeuwse Prins Willem gebruikt is. Nou, het erge bochten werden gebrand, hoe die een kwartslag draait, hè? De zandstrook, hier de onderste, hoe die een kwartslag draait. Nou, is het de vraag, werd dat nu werkelijk gebrand of werd het zo gezaagd uit een boom? Hè? Dat is, wat het is 10, 12 centimeter dik, dat hout. Dus of je dat kan branden, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze het zo uit een boom zaagde, dus die eerste twee kanten. Hier wordt het galjoen gemaakt. Het gedeelte dat voor de boeg uitsteekt. Daar gebruiken ze moderne werktuigen voor, maar de handbeitel komt er ook nog aan te pas. Hele roerconstructie heb ik hier zitten. En je kan precies zien hoe dat de kolderstok werkte. En als ze dan ineens een schip gaan bouwen met een stalen romp, wat denkt u dan? Het gaat erom wat voor doel, hè? Waar dient het voor? En als het dient om zoveel mogelijk de mensen laten zien
Zo ongeveer zag een schip eruit. En dan ligt het aan de onderhoud. Dan zeg je, ja, nou, ze hebben van onderen ijzer gemaakt. Daar kijken de mensen toch niet naar. Maar van binnen is het net zo gebouwd als dat het toen gebouwd werd. En dan vind ik het wel leuk dat ze toch kunnen zien hoe het schip eruit zag. De Prins Willem heeft een stalen onderwaterschip. Daar zijn ze in de hal van Amels in Makkum mee bezig. Binnen kan onder alle omstandigheden doorgewerkt worden. En dat is nodig, want het schip moet over 10 maanden in Japan liggen. In de 20e eeuw een oud schip wil bouwen, heeft echte ambachtslieden nodig. Een smid bijvoorbeeld voor het ijzerbeslag van de rolpaarden. De karretjes waar straks de kanonnen op komen. Op de werf van Kees Drosten in Hoorn wordt dagelijks met oude houten schepen gewerkt. Ze maken er de rolpaarden voor de Prins Willem. De 17e eeuwse prins Willem had 42 stukken geschut aan boord. Met een totaal gewicht van 169.000 pond. Dat is ongeveer 85 ton. De nieuwe prins Willem krijgt 30 kanonnen. En die zijn een stuk lichter. Ze zijn van polyester. Brons of gietijzer zou niet te betalen geweest zijn. Tussen de autohandel en het onroerende goed.
Een oude werf in Amsterdam gebruikt nieuwe methodes om de masten en de raas te maken. Ze zijn van grenenhout, maar hol en opgebouwd uit op elkaar gelijmde delen. De Prins Willem in de hal begint langzaam te lijken op het grootste spiegelschip van de 17e eeuw. 68 meter lang en 14 meter breed. Hout verbergt het staal. Tropisch hardhout Irokko wordt daarvoor gebruikt. Met het oog op de omstandigheden in Japan. Zo'n groot VOC-schip had vier ankers. Het plechtanker, het dagelijks anker, het tuianker en het werpanker. Het zwaarste anker woog toen maar liefst 4500 pond. Dat hoeft nu niet meer. De ankers zijn ook hol, maar lijken echt. De Prins Willem had ruim 300 beelden en ornamenten. Wim en Riet Schuurs uit Berkel Enschot in Noord-Brabant hebben ze allemaal gemaakt. Niet van plastic, maar echt uit Irokko gehakt. Wat machinaal kon gebeuren hebben ze gedaan, maar ieder beeld moet met de hand worden afgewerkt. De dokhaven in Middelburg. Hier is de Prins Willem in 1649 op stapel gezet. Onder leiding van scheepstimmerman Cornelis Speldernieuw. 800 gulden verdiende hij aan de bouw van het schip, dat toen in totaal 100.000 gulden heeft gekost. Het wapen van de opdrachtgever, de Zeeuwse Kamer van de VOC in Middelburg, prijkt nog op een gebouw in de buurt van de dokhaven.
Het is ook een Middelburgs tafereel waarmee de schilder een deel van de achterzijde van de Prins Willem versierde. De scheepsschilder koos toen een Middelburgs stadsgezicht. De Makkemer dorpsschilder doet het hem nu na. Probeert niet alleen in dit schilderij, maar ook bij het beschilderen van de beelden, de oude kleuren terug te vinden. In de hal in Makkum vinden de onderdelen die op andere plaatsen gemaakt zijn, zoals de rolpaarden, hun plek op het schip. Opzichter van Drunen van het Bureau voor Scheepsbouw loopt de hele dag heen en weer om de opdracht betrouwbare gelijkenis zo goed mogelijk te laten uitvoeren. Oké, we ronden hem even af. Ik vind hem mooi op diepte ook, vind je niet? Hier nog even beter bij. Dan komt hij wel iets rond te leggen. Ja, maar dat hij een beetje vorm heeft, vind ik niet erg. Als je nou vraagt, ja, wat doe je zo'n hele dag, dan loop je toch wel van hot naar her. Vijf minuten geleden zat ik in de technische ruimte. Daar hebben we de putties bepaald voor het strak trekken van de meerdraden. Dat is een essentieel belang later, als het schip gemeerd gaat worden in Japan. Dan hebben we dus extra putties aangebracht om die draden, als we te veel slek hebben, door te kunnen trekken. U gebruikt vaktermen, hè? Als we te veel slek. Vaktermen als het luizenplechtje, het stilletje, het galjoen, dat waren begrippen die voor 2 jaar terug nog niet spraken. En dit is toch wel een unicum dat er een schip, wat in Nederland gebouwd is, gaat naar Japan. Wordt het nou een schip of wordt het een heel mooi meubelstuk? Als je nou zegt, wordt het een meubelstuk? Ik heb wel eens de neiging om te zeggen tegen de timmerlieden, jullie maken het te mooi. Laat het eens een beetje ruiger eruit zien. De timmerlieden die aan boord lopen, hebben echt een neiging, die komen van de jachten af. En op een jacht moet alles glimmen en spiegelglad zijn. Maar dat hoeft voor mij niet, want dat was het 300 jaar geleden ook niet. Daar werden de schepen gebouwd met als hoofdgereedschap een dissel en een flinke zaag. En er werd er niet zo nauw gekeken. En de gegroeide krommers die je nodig had vroeger, ja, die werden uit het bos werden ze aangewezen van die krommers moet ik voor hebben en die moet ik in de kont hebben achter. En dat hadden we natuurlijk hier niet. Overal in Nederland gaat het werk door. In Zoeterwoude maken ze de katrollen, in scheepstermen blokken genoemd. Dit is een heel groot drieschijfsblok.
In totaal zijn er 472 blokken voor de Prins Willem gemaakt. Voor het tuigen van het schip is zo'n 8,5 kilometer touw nodig. Er wordt kunststof voor gebruikt. Bij Staalkabel in Amsterdam zijn de voorbereidingen in volle gang. Het echte tuigen kan pas beginnen als de Prins Willem buiten ligt. Het is zover. De nieuwe Prins Willem kan naar buiten. Hij staat nu nog op de vloer van de hal en moet naar het water. Dat is een karwei dat 3 dagen in beslag neemt. 4 uiterst wendbare platformwagens worden onder het schip gereden. Ze zijn in staat het 900 ton zware gevaarte op te tillen en naar het dok in de hal te rijden. Dit hebben we nooit gedaan. Dit is nieuw. Is het spannend? Spannend. Nee, ik hoor het niet. Misschien? Nu nog niet. Wordt het wel? Het wordt misschien spannend. Ik reken er nu op. Dank u wel. De afstand naar het dok is nog geen 100 meter. Toch duurt het uren voor de Prins Willem daar is aangekomen. Dan wordt het dok volgepompt. Hydraulische krachten zijn niet meer nodig als het water in het dok hoog genoeg staat. De Prins Willem drijft en hij kan met de hand naar de uitgang getrokken worden. Het is ongelooflijk dat het nog steeds mogelijk is dat zoiets gebouwd wordt. En het is precies zoals het model en op de tekeningen en van foto's die we hebben. Ondanks dat er ijs erin is verwerkt, is het toch een prachtig geheel geworden. En bent u er blij mee? Ik vind het een ontzettend mooi ding. Ik ben er heel blij mee dat het gebeurd is. En ik vind die tijd ook een van de mooiste tijden van de Oost-Indische Compagnie, van de scheepbouw. U herkent hem? Ja hoor, zo zagen ze eruit. Vorm, het oplopen, het ronde, het schuine oplopen van beneden naar boven. Het is moeilijk te maken hoor, het is op een model al moeilijk te maken. Nee, het ziet er wel keurig uit. Even met wie ben ik contact met mij van Duivel wat er gaat gebeuren. Een nieuwe fase. Het schip ligt buiten en er kan in de hoogte gewerkt worden. Dat moet snel, want er is nog 1,5 maand tijd. Half juni moet de Prins Willem klaar zijn. De ondermasten worden meteen geplaatst. En even stoppen, Hans. Stop. Dag,
schotzegeren begrepen. Ja. Een oud gebruik wordt in ere gehouden. Onder iedere mast hoort een munt te liggen. De versiering van de Nederlandse schepen uit de 17e eeuw lijkt nu overdadig. Toch was het toen in vergelijking met andere landen heel ingetogen. Want het moest op een koopje. Maar de schilder wist, door bepaalde kleuren te gebruiken, de indruk te wekken dat het alles goud was dat er blonk. Als de zon scheen tenminste. Of als het kaarslicht brandde in de lantaarns waar een man rechtop in kon staan. Allemaal tegelijk. Ken dat? Fred? Ja, ben je ze weer? Ja. Kom maar, vertel op. Wacht even. Beetje de voorring. Ja, ja, klein stukje ervoor. Nou nee, jongens, even sluiten. Dan gaan we even door het gat rijden. Geen flauwekul. Oké. Okay. Ja. Tikken die is hier. En dan ga je naar buiten. Hè? Ja. Komt heel langzaam, hè? Dan komt ie. Prins Willem had een leeuw als boegbeeld, bedoeld als angstaanjagende versiering. Voor Riet en Wim Schuurs was het in het hele karwei een van de laatste loodjes. Voor zover je daar dan van kunt spreken, bij een beeld dat 2 ton zwaar is. Een beeld zo groot dat de een van afstand moest kijken hoe de ander de vorm hakte. Zet maar flink op die naad. Nee, lager. Het is eigenlijk goed gelukt, hè? Nou, het is namelijk zo, als ik met beeldhouwwerk bezig ben, dan kan ik gewoon niet meer ophouden, want dan wil ik gewoon doorwerken. Hè? Bijvoorbeeld ook s'avonds laat en zo. Dan ga ik dan avond laat in bed. Alleen omdat ik altijd maar ermee bezig wil zijn, feitelijk. Ik wil altijd maar klaar hebben, maar... Je zit ontzettend veel nachtwerk aan ook. Nou, vooral het bepraten en uittekenen en... Het hele beeld is opgebouwd uit meer dan 30 op elkaar gelijmde stukken. In het binnenste zit een brief aan de bevolking van Japan. In de veronderstelling dat die er pas over 1000 jaar weer uit zal komen. Wel echt duidelijk. Dat moet duidelijk zijn, want het moet niet echt helemaal bovenuit steken. Het is natuurlijk spannend, zo'n moment dat het beeld zijn bestemming bereikt. Past het of past het niet? Het past niet, maar het lukt tenslotte wel. Nog een metertje. Nog een metertje, maar dat is een andere zaak. We blijven los. Winterrijden. Hij zat nog steeds, of niet? Al vanaf het moment dat het schip buiten ligt, zijn de tuigers aan boord bezig.
Hun werk verschilt nauwelijks van dat van hun 17e eeuwse voorgangers. Goed, het henneptouw van toen is vervangen door kunstvezel, maar de weeflijnen in het wand moeten nog net zo worden vastgemaakt als 3 eeuwen geleden. Honderd jaar geleden had Van der Lee in Oudewater al een touwslagerij. De ankertrossen voor de Prins Willem zijn er nu geslagen. Voor zo'n schip hadden die trossen vroeger een omtrek van 22 duim, 50 centimeter ongeveer. Die maten zijn nu iets bescheidener gehouden, maar het maken gaat nog net zo. Het staande wand vordert. Dat is het touwwerk waarmee de masten gestaag vastgezet worden. Naast het staande wand is er het lopende wand. Het touwwerk waar bewegingen van raas en zeilen mee uitgevoerd kan worden. Maar u staat nu rustig hier aan dek, hè? Maar als je nou bovenin zo'n mast zit, heb je dan je handen vrij om het te doen? Nou ja, één hand is altijd voor jezelf, hè? En één hand is voor de baas, want anders zou je het nooit... En dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds dus. Eén hand is voor de baas. Ja, kijk, en want als ik een knoop moet leggen, ik ben bovenin. Dan zie je wel eens, dan moet ik boven iets vastmaken. Ja, of ergens omheen gooien. Kijk, en heb ik deze hand heb ik zo aan de trap of aan een ander stuk touw vast, wat, hè, aan het wand. En dan gooi ik zo. En dan maak ik deze knopen, die maak ik zo met één hand, zie je. Dan schuif ik er zo overheen. Dus er zijn gewoon 2 halve steken. Je komt wel eens op hoogte, hè? Ja, als straks die masten die daar beneden liggen, die weer hierop gaan, dan maak ik zelf mijn jol-einde, mijn jolblok, maak ik zelf eraan vast als ik omhoog ga. Dan weet ik zeker dat het goed vast zit. Dan laat ik niet aan een derde over. Ik moet het zelf weten. Vergeet u ook nooit? Nee, dat vergeet ik om de donder niet. Als ik het één keer vergeet en de ander vergeet het ook, dan... Dat is gebeurd? Ja, dan mag ik niet vergeten. Anders is het gebeurd met me. Je kan een beetje afzwinken naar het achterschip. Een beetje naar het achterschip. De hoogste mast steekt 54 meter boven de kiel uit. Op de grootste mars of kraaiennest konden wel 10 man staan. Ja, oké, nu zijn we er bijna voorbij. Ja, nog een beetje aftoppen maar ook. Nog een beetje aftoppen. Oké, zo. Nou, maar naar beneden laten gaan zakken. Oh, dan ga je ziet om het tijd even afzetten. Dan, Ook langzaam omhoog maar. Langzaam omhoog maar. Ja, dat is het.
is het. In 3 dagen al dringen. U heeft het een hele tijd niet gezien, hè? Nee, een hele tijd. Er stond er nog geen mast op. En als zelfs het snijwerk was nog niet helemaal aangebracht. Maar het is wel een indruk van een pracht en een kracht, hè, wat het geeft, zo'n schip. En het tuig? Ja, het komt er heel dichtbij, hoor. Voor het doel waarvoor ze het gebruiken willen. Moet je echt wel een kenner zijn om te zien dat het niet zo gedaan is als het werd gedaan. Hè? Moet je echt wel een kenner zijn om het te ontdekken. Maar ze hebben het er precies zo bij ingetuigd. De raas in het wand. Je kunt zo'n schip dus nabouwen, maar ermee varen, dat kun je waarschijnlijk nooit meer. Ik denk dat ze het niet meer durven. Maar het gaat wel. Maar er is meer risico en natuurlijk. Zou een paar schepen mee moeten gaan. Hè? Een groot schip erbij. Maar hoeveel man zou je nodig hebben? Nou, ik denk dat je het met 50 man wel redt. Zeg, ja, ben je nog rekening gehouden hier met die schuif van die poten tot daar die 30 centimeter in zit? Ja, dat is goed. Want die lijnen poten zijn langer geworden. Die dus langer. Dat is altijd goed. Ik ben er zelf nog bijgenomen, dus er kan altijd afgezaagd worden. Dat je afzagen. En met het profiel zitten we ook niet. Prima. Dat komt altijd goed. Hoeveel ervaring Kees Drosten ook mag hebben in het bouwen van houten schepen, een hemelbed is op zijn werf nog niet eerder gemaakt. Toch stond zo'n meubel aan boord van een 17e-eeuwse Oost-Indiëvaarder. Er was maar één man die erin mocht slapen, de kapitein. De kapitein had het niet slecht aan boord. Een luxe hut, prachtig versierd, dikke kussens op de bank en ga zo maar door. In de tweede helft van de 17e eeuw, de tijd dat de prins Willem op Indië voer, verdiende een kapitein 80 gulden in de maand. 20 keer zoveel als de minst betaalden. De 10 jongens van 14 tot 16 jaar die het met 4 gulden moesten doen. De gewone man aan boord had geen hemelbed tot zijn beschikking. Sliep hier in een kist tussen de kanonnen. Als bij zwaar weer de luiken gesloten werden, stonk het verschrikkelijk in deze bedompte ruimte. Als er veel water binnenspoelde, is het voorgekomen dat matrozen in hun slaap verdronken. De prins Willem is klaar. In 1983 bood staatssecretaris Van Ekelen een model van de prins Willem aan. Nu doopt zijn vrouw samen met president-commissaris Matsuda van Holland Nagasaki Village het nieuwe schip. With your permission, I should like to start the ceremony now for which, after all, you have all gathered here. May I now request Mrs. Van Ekelen and Mr. Matsuda to step forward
in order to jointly baptize the ship floating here in front of us. I now name this vessel Prince William. En ik wil graag dit schip behouden vaart toewensen. Feest in Makkum en een geweldige drukte. Want wie zag ooit een VOC-schip in volle glorie van dichtbij? En zoveel Japanners in een Fries dorp. De Makkumer middenstand profiteerde in 17e-eeuws kostuum van de nieuwe bezienswaardigheid. Zelfs de bakker pikte een graantje mee. Afscheid van Friesland. De Prins Willem gaat het IJsselmeer op. Een beetje onttakeld, want de bovenste delen van de masten, de stengen, zijn naar beneden gehaald. Vanwege het transport naar Japan. Driehonderd jaar geleden voeren de VOC-schepen hier op de Zuiderzee met goede wind naar buiten. Met soms 400 mensen aan boord die lang niet allemaal de bestemming in het Verre Oosten zouden halen. Via de oude Zuiderzeeroute is de Prins Willem nu op weg naar Amsterdam. Het eerste obstakel is de brug bij Schellingwouw. De nieuwe Prins Willem is niet zeewaardig. Moet naar Japan vervoerd worden. Opgenomen in de buik van een groot dokschip. De oude Prins Willem is nooit in Japan geweest. Zette op 5 mei 1651 vanuit Zeeland koers naar Batavia. Vertrok daarna nog 4 keer uit Nederland voor een reis naar Indië. Om tenslotte in 1661 met man en muis te vergaan.
Geen scheurbuik in 1985. Geen bedorven drinkwater en voedsel aan boord. Niemand wordt gekielhaald of valt uit de mast. Alleen een paar tyfoons maken dat de prins Willem een paar dagen later dan gepland in Japan aankomt. Commissaris Matsuda neemt bezit van het schip. De Japanners zijn de eersten geweest die een VOC-schip konden laten nabouwen. Ze moesten dat wel in Nederland laten doen. Het geld was voor hen geen probleem. Ze hadden er zo'n 15 miljoen voor over. In dezelfde Omura-baai, waar vroeger de eerste Nederlandse schepen Japan binnenvoeren, is de nieuwe prins Willem op weg naar de laatste hindernis. De Sakai-brug. Daar moet hij nog onderdoor. De masten kunnen nu weer omhoog. Het schip kan in orde gemaakt worden voor zijn eindbestemming. Bezienswaardigheid in Holland Nagasaki Village. Nederlanders en Japanners doen het samen. Een retourschip keerde terug. De verwondering die de prenttekenaars van vroeger weergaven, is terug bij het Japanse publiek dat een nagebouwd schip kan zien. De Nederlanders moeten het voorlopig alleen met prenten en modellen blijven doen.